In 1848 kreeg de liberaal Johan Rudolf Thorbecke van Koning Willem II de opdracht om een nieuwe grondwet te schrijven. En die grondwet zet het bestuur van Nederland op zijn kop. Die grondwet was een grondwet gebaseerd op het idee van liberalisme. En daardoor zorgde de invoering van die grondwet er ook voor dat voortaan de grondrechten van burgers beschermd werden, dat de macht van de koning kleiner werd en dat er juist meer macht kwam voor het parlement, oftewel de Eerste en de Tweede Kamer. En omdat nu die macht juist veel meer bij die eerste en die tweede kamer komt te liggen, wordt Nederland vanaf dat moment dan ook een parlementaire democratie. Dat is een manier van besturen waarbij burgers het parlement kiezen. En in dat parlement zitten mensen die het volk vertegenwoordigen. We gaan die drie punten die hierboven staan even af en we beginnen met die bescherming van die grondrechten. Want in die grondwet van Torbeke komen klassieke grondrechten te staan, die worden daarin vastgelegd. Zo is er de vrijheid van godsdienst. Iedereen mag geloven wat hij wil en mag er niet voor vervolgd worden. De vrijheid van meningsuiting staat erin. Je mag je mening, op een nette manier uiteraard, uiten. En dat kun je ook doen in bijvoorbeeld de krant of in een tijdschrift. Er is vrijheid van drukpers. De overheid mag dus niet zomaar de publicatie van een krant of zo verbieden. En je bent ook vrij om een, uh, een vereniging op te richten en om samen te komen, om te vergaderen. Ook dat kan de overheid je niet meer verbieden. En als laatste komt er ook vrijheid van onderwijs in die grondwet te staan. Dat betekent dat bijvoorbeeld iedere geloofsgroep zijn eigen scholen op mag richten. En zo ontstaan er al heel snel heel veel christelijke scholen en tegenwoordig zie je bijvoorbeeld ook islamitische scholen. Nou, dan dat tweede punt, dat die macht van die koning kleiner wordt. He, want we hadden eerder al gezien dat die koning Willem I en koning Willem II dus ook tot 1848 heel veel macht hadden. Vanaf nu is de koning onschendbaar. En dat betekent dat de koning niet meer zelf verantwoordelijk is voor wat hij doet of zegt, maar de ministers die zijn daarvoor verantwoordelijk. De koning kan dus niet op het matje worden geroepen als hij in het openbaar een bepaalde niet zo handige uitspraak doet. Nee, die minister wordt dan door de eerste of de tweede kamer op het matje geroepen en die ministers die krijgen sowieso meer te zeggen want er komt zogenaamde ministeriële verantwoordelijkheid. De minister moet aan het parlement gaan uitleggen wat hij doet en hoe hij zijn geld besteedt. Dus je ziet hier dat de macht eigenlijk van de koning weggaat naar de ministers. En we zien ook op een ander vlak dat die macht van die koning kleiner wordt in die grondwet van Thorbecke, want eerst was het namelijk zo dat de koning koos wie er in het parlement zat, die koos de leden van de Eerste Kamer. En hij koos ook de leden van de provinciale staten, die op hun beurt de leden van de Tweede Kamer kozen. Dus feitelijk kon de koning er zo voor zorgen dat hij allemaal vriendjes om zich heen had, die samen met hem het land bestuurden. Maar daar kwam door die grondwet van Thorbecke dus een einde aan. Voortaan waren het de burgers die de leden van het provinciebestuur kozen, die op hun beurt dan weer de leden van de Eerste Kamer kozen. En waren het vooral ook de burgers die rechtstreeks de Tweede Kamer konden kiezen. En dan zie je in één keer dat de burgers gaan bepalen wie er in het parlement komen te zitten. Ook hier wordt de macht van de koning dus kleiner. Ja, en dat parlement zelf, hè, dat er zit namens de burgers, dat krijgt ook meer rechten in die grondwet van Thorbecke. Zo krijgen de Eerste en de Tweede Kamer het recht van budget. En dat betekent dat zij de uitgaven van de overheid kunnen controleren en ook de begroting goed of af moeten keuren. Dus de regering kan geen geld uitgeven als de Eerste en de Tweede Kamer het daar niet mee eens zijn. En die eerste en die tweede kamer, dat parlement, krijgt ook het recht van interpellatie. En dat betekent dat ze een minister mogen ondervragen over een besluit of een uitspraak. Dan wordt die dus op het matje geroepen en dan moet die uitleg komen geven in die eerste of in die tweede kamer. Nou, die tweede kamer, die dus rechtstreeks wordt gekozen door de burgers, die krijgt nog twee rechten, namelijk het recht van amendement. Op het moment dat er een voorstel voor een wet wordt ingediend, dan mogen zij er wijzigingen in aanbrengen. En daarnaast krijgt die Tweede Kamer ook het recht van enquête. En dat betekent dat als er iets niet goed is gelopen, dat de Tweede Kamer daar een onderzoek naar in kan stellen. Ja, je ziet dus, macht weg bij de koning, verantwoordelijkheid gaat naar de ministers toe, maar die ministers die moeten vooral verantwoording afleggen aan die Eerste en die Tweede Kamer, aan dat parlement. En die zitten er namens de burgers. En die burgers die krijgen zo meer macht, want er zijn dus ook verkiezingen voor bijvoorbeeld die Tweede Kamer. Maar ja, dat zijn wel verkiezingen op basis van censuskiesrecht. Niet iedereen mocht stemmen. Het waren sowieso alleen mannen en het waren eigenlijk alleen rijke mannen. Censuskiesrecht betekent dat er een bepaalde grens is uh, aan belasting in dit geval die betaald moet worden. En betaalde jij dat bedrag of meer, dan mocht jij stemmen. Betaalde jij niet genoeg belasting? Dan mocht je ook niet stemmen. Dus Nederland was misschien wel een parlementaire democratie geworden. door die Grondwet van Thorbecke. Maar het was niet zo dat iedereen al mee kon bepalen. Alleen rijke mannen hadden invloed op het bestuur.